Welkom bij deze meditatie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over de vraag naar Jezus' bevoegdheid, naar aanleiding van Matteüs 21, vers 23 tot en met 27. Ik wil dit gedeelte eerst met jullie gaan lezen. Matteüs 21, vers 23 tot en met 27. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf, en zeiden: met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen: ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden: als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij antwoordden Jezus en zeiden: wij weten het niet. Hij zei tegen hen: dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Tot zover de schriftlezing. Jezus was aan het onderwijzen in de tempel. Dat was op zichzelf niets bijzonders. Het wemelde in Jeruzalem van de fariseeën en schriftgeleerden en het was heel normaal dat men elkaar onderwees en met elkaar in discussie ging over Gods woord. Niet om elkaar te bestrijden of af te stroeven, maar om met elkaar verder te komen. Dat Jezus onderwijs gaf, was op zichzelf geen reden om hem ter verantwoording te roepen. In bepaalde opzichten paste Jezus prima tussen de fariseeën en hij zal op bepaalde momenten wel gezien zijn als een van hen. Toch was de prediking van Jezus anders. Waar de fariseeën en schriftgeleerden met elkaar in discussie gingen en hun eigen standpunten tegenover elkaar verdedigden, sprak Jezus als de gezaghebbende, als degene die het echt wist. De geschiedenis waar het vandaag over gaat, vond plaats vrij aan het eind van de 3 jaar dat Jezus predikte, maar we lezen dit ook al aan het begin, als Jezus spreekt in de synagoge in Capernaum. In Markus 1 vers 22 lezen we: en ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ook uit andere dingen werd wel duidelijk dat Jezus niet zomaar een van de fariseeën of schriftgeleerden was. Keer op keer lees je dat er een menigte mensen met hem meetrok. Mensen die daarvoor hun dagelijkse bezigheden aan de kant schoven en daarmee ook hun broodwinning. We lezen nergens dat de mensen ook op deze manier achter een van de Joodse leiders aantrokken. Die predikten op plekken waar de mensen naartoe kwamen om een prediking te horen, niet per se de prediking van een specifieke fariseer. Deze mensen stonden niet ergens in een afgelegen gebied aan een meer of op een berg te prediken met een hele menigte mensen om hen heen. Ook ongekend waren de tekenen die Jezus deed. Keer op keer lees je dat Jezus de zieken genas en in de behoeften van mensen voorzag. Het is meerdere keren gebeurd dat de menigte Jezus gevolgd was naar een plek waar geen eten te krijgen was en dat Jezus daar ter plekke in voorzag. We lezen het 2 keer in de evangeliën, dus dat is minimaal 2 keer gebeurd. De tekenen die Jezus deed,
deed echt niemand anders in die tijd. Zelfs van Johannes lezen we het niet, terwijl Johannes verder wel een aantal dingen met Jezus gemeen had, die we van niemand anders lezen. Hij predikte in de woestijn en een grote menigte liep naar hem uit. En ook Johannes sprak als gezaghebbende. Een dag voor de geschiedenis van vandaag was het tot een climax gekomen. Jezus was voor de laatste keer naar Jeruzalem getrokken, wetende dat het einde van zijn rondwandeling op aarde eraan zat te komen. Bij binnenkomst was hij naar de tempel gegaan en had hij daar grondig orde op zaken gesteld. De Joodse leiders hadden van de tempel een soort markthal gemaakt, waar het draaide om de handel in offerdieren in plaats van om het dienen van de Here. Jezus dreef de handelaren de tempel uit en gooide hun tafels om. De mensen moeten overrompeld zijn geweest. We lezen nergens dat iemand Jezus probeerde tegen te houden. Maar dit was zeker niet iets dat vaker zal zijn gebeurd in de tempel. De volgende dag treffen de overpriesters en oudsten Jezus weer aan in de tempel. Ze komen naar hem toe en ze willen nu wel eens van hem weten wie hem de bevoegdheid heeft gegeven om op deze manier een autoriteit te zijn in de tempel. Op zichzelf nog niet eens zo'n rare vraag na alles wat er gebeurd was. Zij beschouwden zichzelf immers als de leiders, als degene die het voor het zeggen hadden in de tempel. En hoewel ze moeten hebben geweten dat ze niets hadden in te brengen tegen Jezus' kritiek op hoe ze de tempel hadden ontheiligd door er een markt van te maken, zullen ze op zijn zachtst gezegd niet blij zijn geweest met zijn ingrijpen. Jezus stelt hen een wedervraag. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? Hij stelt die wedervraag niet om de vraag te ontwijken, maar om de vinger erbij te leggen dat ze het antwoord op hun vraag eigenlijk wel weten. Ze weten van wie Jezus zijn bevoegdheid heeft gekregen, maar ze willen het niet weten. Ze proberen het krampachtig te ontkennen. Ook Johannes sprak met autoriteit. En ook bij Johannes was dat niet zomaar. Johannes hoorde bij Jezus. Hij was gezonden door de Here om de komst van Jezus voor te bereiden. Het werk van Johannes was bepaald niet onopgemerkt gebleven. Het halve land liep uit om zijn prediking te horen en door hem gedoopt te worden. De leiders van het volk waren hier goed van op de hoogte. Johannes kreeg zijn autoriteit van de Here. De woorden die hij sprak waren hem door God gegeven. Het is een groot voorrecht om op zo'n manier dienaar te mogen zijn in Gods koninkrijk. Johannes mocht weten dat hij niet zomaar iemand was die ook ergens een mening over had, maar dat hij de waarheid verkondigde, omdat God zelf hem die gaf. Zo kon Johannes zonder te twijfelen met autoriteit de boodschap verkondigen die hij had gekregen. En dan Jezus. Hem hoefde de bevoegdheid niet gegeven te worden om te spreken en te handelen in de tempel. Zijn bevoegdheid was vanzelfsprekend. De tempel was immers de plaats waar God op aarde zijn woning had. En Jezus is de Zoon van God en daarmee God zelf. Hij was dus Heer des Huizes in de tempel. De overpriesters en de oudsten
waren slechts dienstknechten in dat huis. Dat zij Jezus ter verantwoording roepen, is dus eigenlijk heel raar. Jezus' bevoegdheid gaat veel verder dan de tempel. Overal op aarde heeft hij alle denkbare bevoegdheid. Hij is immers de zoon van de Schepper. Wij mogen dankbaar zijn dat Jezus de autoriteit heeft. In Matteüs 28 vers 18 lezen we: En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. De Heere heeft alles in zijn hand. Hij heeft beloofd voor ons te zorgen. En we mogen weten dat Hij dat ook waar kan maken. We hoeven ons nooit af te vragen of Hij de macht daar wel toe heeft. Laten we dan in dankbaarheid naar Hem horen en Hem dienen. Tot zover deze meditatie. De Heere zegene jullie.